morgen, 16 maart, tot en met 6 april gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. 2020 was een wonderlijk jaar. Je dacht ik ga examen doen, maar toen was je klaar. Niet met z'n allen in een zaal zitten zweten. 2020 ga je het nooit vergeten. De school deed de deur dicht door de corona. En jij dacht, dat is lekker. Hé, mijn diploma. Wat heb ik voor cijfers en is dat wel genoeg? Komt dit niet te vroeg? Gefeliciteerd, hier is je diploma. Je hebt hem verdiend, ongeacht de corona. Gefeliciteerd, ja wat een prestatie. En wat je ook doet, naar het sportpark aan op nieuwe locatie. Met jou moet het nog goed. Bijna 3 maanden thuis, het waren 80 lange dagen. Wat een gedoe, je kon het bijna niet verdragen. Geen sport, geen feestjes en niet op vakantie. En niemand wist zo lang, er was geen garantie. Eerst was het leuk, lekker lang in je bed. Maar de lessen gaan vervelen op het internet. Skype, Zoom, Teams, Prezi, PowerPoint, stop. Ik hou ermee op. Gefeliciteerd, hier is je diploma. Ouders, andere belangstellenden. Het was een bijzonder. Gefeliciteerd! Ja, voor mij ook! Nog wat toetsen en herkansingen hier en daar. Je kreeg daarmee uiteindelijk je cijfers voor elkaar. Genoeg voor een diploma? Natuurlijk, waarom niet? Je hebt er hard gewerkt, dus terecht dat je geniet. En nu is het vakantie, de zomer komt eraan. Ook al is het dan niet mogelijk om weg te gaan. Volgend jaar dan zie je wel, denk niet te ver vooruit, de vlag kan uit. Gefeliciteerd, hier is je diploma. Ja, wat een prestatie.